mijn grote, grote liefde. Bonnie is nu 3 jaar in mijn leven. En ik weet nog heel goed dat ik haar voor het eerst zag. Dat ze me stond toe te lachen met die prachtige kleuren en die vormgeving, die mooie Engelse vormgeving. En het was op de motorbeurs. Ik was daar met een paar vriendinnen en ik zag haar staan en het was gewoon liefde op het eerste gezicht. Ik zei tegen die meiden, nou, dit wordt mijn motorfiets. Ze moesten allemaal een beetje lachen van, ja, tuurlijk Eve, leuk. Maar heb je het prijskaartje wel gezien? Ja, ik moest natuurlijk nog wel even haar hart veroveren en genoeg geld in elkaar verzamelen om te kunnen kopen. Dus toen heb ik een jaar lang echt van alles gedaan wat je maar kan bedenken. Ik heb op huisdieren gepast, op kinderen. Ik heb tuinen verzorgd. Ik heb van alles gedaan om geld bij elkaar te sprokkelen. En na een jaar was het zover. Toen had ik genoeg geld gespaard. En vol goede moed ging ik weer naar de motorbeurs. In de hoop natuurlijk dat ze er nog zou zijn. Maar dat was niet zo. Dus toen begon de grote zoektocht. Waar is Bonnie? En ik heb echt allerlei motorzaken gebeld en overal gezocht. Op forums heb ik oproepen geplaatst van ik zoek zo en zo'n motorfiets. En uiteindelijk kreeg ik een mailtje van een vriendin. Die had hem gezien. Ze zeggen, even, ik heb je motorfiets gezien op Marktplaats. En ik daar naartoe. Nou, proefrit gemaakt. En ja, het gevoel wat ik al had toen ik Bonnie voor het eerst zag, dat werd alleen maar sterker toen ik helemaal op weg reed. Want het was echt fantastisch. Bonnie en ik waren gewoon voor elkaar gemaakt. Dat voelde ik en dat was echt helemaal geweldig. Dus ik heb tegen die man van die motorzaak gezegd van, nou, ik koop hem. Onder de voorwaarde dat ik hem mag laten keuren door Erik van Lent van de KNV. Die is keurmeester en ik had gezegd, als die goedgekeurd wordt, dan koop ik hem. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En aan het eind van de dag kwam het verlossende telefoontje van Erik. Nou meid, gefeliciteerd met je Bonnie. Ik heb hem hartstikke goed gekeurd en ik wens je heel, heel veel fijne kilometers daarmee. Nou, je kan je voorstellen hoe ongelooflijk gelukkig ik was. En de koop rondgemaakt, meteen ook verzekering afgesloten. Ik ben al sinds ik mijn motorrijbewijs heb lid van de KNV, dus dat was eigenlijk logisch dat ik hem ook daar ging verzekeren. En sinds die tijd zijn Bonnie en ik onafscheidelijk. Ik rijd erop naar mijn werk. Ik maak er motortripjes mee naar de Eifel, naar de Ardennen, naar Luxemburg. En nou, ik weet zeker dat Bonnie en ik nog heel lang en heel gelukkig samen zullen zijn. Ik ben Eveline Blok en dit is Bonnie, mijn grote liefde.